Mijn naam is Leon Persson. Ik ben coördinator van de panelenlijn. Die functie heb ik sinds dit jaar overgenomen van een collega van mij. Ik moet zeggen, ja, het is heel leuk om te doen. Echt heel mooi werk, fijne collega's. En een heel mooi product dat we maken. Wat we hier op dit moment zien is het project van NDW 21. De modules voor de tijdelijke bewoning. Nou, het productieproces begint natuurlijk aan de voorkant op het hoofdkantoor. Met de binnenhal van de orde, daarna wordt alles uitgewerkt. Waardoor wij dus uiteindelijk de spullen binnenkrijgen bij Casco-lijn, waar dus de vloeren in elkaar gezet worden met de daken samen. Vandaar dat wordt dus alles inderdaad doorgezet naar de opbouw. Waar de jongens dus inderdaad alle maten uitzetten voor uiteindelijk de afbouwen, jongens. Waar dus de elektra ook nog in voorzien wordt, de waterleidingen en dat soort voorzieningen allemaal. Kijk, ik werk al 38 jaar, dus als het ergens niet goed is, dan was ik hier ook geen 38 jaar gebleven. Dus het is gewoon een heel goed bedrijf, sociaal is een heel goed bedrijf. Sociale voorzieningen zijn heel goed binnen de MEO. De werksfeer is goed, dus ja, wat wil je eigenlijk nog meer? Wij zijn hier momenteel met gebouw F bezig, 250 units. Achterlij zie je hier dat wij met de tweede verdieping bezig zijn van een vijflaagse bouw. Dit product onderscheidt zich van de concurrent, omdat wij pleten bouwen, volledige isolatie, geen koude bruggen erin hebben, betonnen vloer hebben, met vloerverwarming, wandafwerking, met glasvliesbehang. Lijkt verre van op een standaard unit. Het mooie van de MEO is inderdaad dat het een mooie samenhang heeft in collega's. Dus een mooi teamverband. We blijven nieuwe producten realiseren, kijken naar snellere samenwerking, efficiëntie.